Hoe zit het nu met je woongenot? Welk woongenot? Ja, die is er niet meer. Nou, wat er bij mij heen gaat, dat zou ik me niet vertellen. Want dan mag niet op tv. Edwin wilde lekker in het groen wonen in Dordrecht. Maar dat is veranderd in een nachtmerrie. Er is namelijk een 9 meter hoge loods tegen de achtertuin gebouwd. Het is toch het goede huis? Oh. Hoi. Hoi. Dag. Hoi. Jeroen. Edwin. Hoi. Hoi. Hoe is Kom het? Binnen. Om de kijk zelf zien. Jezus. Ja, dat is een mooie muur hier. Oh. Ik zou je één ding aanraden, niet te lang inkijken. Nee. Want dan word je duizelig. Wat is dit heftig, man. Ja, hè? Edwin, wat is precies het verhaal? We wonen hier al 16 jaar. En nou, we hebben 15 jaar een mooi vrij uitzicht gehad. Mm-hmm. 5 jaar geleden is het bestemmingsplan aangepast. Daar hebben we wel bezwaar op gemaakt, maar dat hebben we verloren. Toen zouden de loodsen die daar staan, die zouden dan doorgetrokken worden. Die zijn 3 meter hoog en 7 meter aan de voorkant. Ja. Vorig jaar, even kijken, in juli, toen begonnen ze met bouwen, kregen we een brief. Want dat was 5 jaar geleden, was dat gewoon afgesproken en daar hebben we het dus op verloren. Wisten we, geen probleem mee. Tot onze stomme verbazing kwamen we tot de ontdekking dat er een muur komt te staan van 9 meter hoog. Toen waren ze hier aan het hei hierachter. Nou ja, toen stond alles te trillen hier binnen. Er is geen bouwkundige opname gemaakt aan de voorkant, geen nulmeting gedaan hier ook. Dus toen was ik een bezwaar gegaan bij de gemeente. En de gemeente zegt van nou, na 125 dagen hebben we uitslag. Nou, 125 dagen, nou bijna een half jaar verder. Nou, het was juni. En december staat het ding er. Dus tijdens die 125 dagen gaan ze gewoon door met bouwen? Dan gaan ze gewoon door met bouwen. En dan kan je bij de rechter een voorlopige voorziening aanvragen. Zodat je daar de bouw stil kan leggen. Ja. En dat heb ik ook verloren, omdat ze gezegd hebben, alle procedures zijn correct gevolgd. Dus de bouw mag gewoon doorgaan met bouwen in de bezwaarperiode. Mm-hmm. Als je hier naar kijkt, wat gaat er dan door je heen? Nou, wat er bij mij heen gaat, dat zou ik me niet vertellen. Want dan... Want het mag niet op tv. Dan ga je schelden. Ja, tuurlijk. Het is gewoon echt belachelijk dit. Ja. Het is gewoon, hoe kan dat nou gewoon in Nederland gebeuren? Maar hoe kan dit? Want er zijn toch gewoon bestemmingsplannen? Of hoe werkt zoiets? Nou, de bestemmingsplannen die zijn er. Er staan ook heel duidelijk de regels staan erin. Het is alleen, ze worden niet opgevolgd. En wij als bewoner moeten wij bewijzen dat de regels niet opgevolgd zijn. Okay. Terwijl eigenlijk de gemeente dat moet doen. Maar ja, toen moesten wij een onafhankelijke partij gaan zoeken. Die gewoon onafhankelijke conclusie maakt. Oké. Okay. En die hebben we gelukkig gevonden. Dat is de dorpstad. De vergunning hebt die op 6 punten die ze hadden, hebben ze op 5 punten hebben ze het afgekeurd. Jezus. En ze zeggen ook gewoon dat loods had nooit meer gebouwd mogen worden. Hoe nu verder? Want je huis is nu in waarde ontiegelijk verminderd, denk ik. Ja, maar ja, dat moet ik gaan bewijzen. Ik ben gewoon aan het vechten gewoon nog steeds tegen de gemeente. Oké, okay, ja. Ja, omdat de coronacrisis is geweest, ja, alle rechtszaken leggen stil. Mm-hmm. Dus ik heb geen idee wanneer ik de rechtszaak krijg. Oké, okay, je gaat de strijd nog wel aan. Natuurlijk, dus. Ik heb hier een rapportage liggen waar gewoon zeggen van dat gebouw had nooit gebouwd mogen worden. Ja. Dus naar mijn inziens moet het gebouw gewoon afgebroken worden. Ja. En gewoon ja, alles gewoon vergoeden eigenlijk. Hoe zit het nu met je woongenot? Welk woongenot? Ja, die is hier niet meer. Kan je het mij even laten zien hoe het hier erachter uitzag? Ja, loop maar even mee. Het is ook door die, hoe noem je dat, ribbels erin. Ja. Als je ernaar kijkt, het is ook niet lekker voor de ogen, zeg maar. Nee, dat zeg ik toch. Ik zeg, als je niet te lang kijkt, je wordt duizelig. En als je er niet tegen kent, dan ga je over je nek heen. Jezus, dit was dan je uitzicht? Dat was mijn uitzicht. En nu is het dit? Ja, dat is gewoon golfplaten. Nou zei jij van, hier zit een bedrijf, dat zit, het is een opslag, dat zit in de slagers... materialen. Heb je ze wel eens benaderd? Van joh jongens, wat zijn jullie hier aan het doen? Nou, hun hadden ons moeten benaderen. Ja. Kijk, wij zijn erachter gekomen bij de rechter dat ze 9 meter hoogte gaan bouwen. Ja, dat is totaal niet afgesproken. Ze hebben geen enkele keer een brief, een belletje even aangebeld. Ze hebben een brief gemaakt van wij gaan bouwen. Ja, maar er is geen overleg geweest. Nee, de rechter heeft ook gezegd van nee, kijk, je moet overleggen met hem, want hij heeft er best wel emotie mee. Ja. Ja, maar dat is niet gebeurd. Nee. Hallo? Hallo? Voel jij je niet ontiegelijk hard genaaid? Tuurlijk. En ik wil gewoon keihard bewijzen dat ik gewoon genaaid ben.
Ik wil gewoon mijn rechten hebben. Als ik thuis kom, ik heb geen rust meer. Nee. Ik heb gewoon, weet je, dan heb je gewerkt de hele dag. Dan kom je thuis, denk ik, ga lekker in de tuin zitten. Lekker gewoon relaxed, kom je thuis, kan je lekker naar de rij. En dan kan je lekker een slootje kijken. Maar nu is het gewoon, ja. Golfplaten. Ja. Ja, sorry, ik lach er een beetje om, omdat het te krankzinnig voor woorden is natuurlijk. Maar het juist. Is niet om te lachen. Het is helemaal niet om te lachen. Maar ja, je moet er wel om lachen, want huilen, dat gaat ook niet meer. Dat doe je een paar keer. Ja. Maar ja, je moet ermee leren leven.